De wondnazorg van de lippen staat uit twee onderdelen. Horizontale en verticale oefeningen. Horizontaal ga je 5-6 keer heen en weer met je wijsvinger dat je goed contact maakt onder de lip met de bovenkaak. Dit doe je voor 2 weken lang. De andere oefening is een verticale. Pak je of de pincetgreep, dus tussen je duim en je wijsvinger, zodat je de lip naar de neus kan krullen. Dus je krult echt de lip naar boven uit. Doe je 3 keer achter elkaar. Je kunt het ook alleen doen met je wijsvingers. Belangrijk is dat je goed achter je kind gaat staan. Of je laat het kind voor je zitten. De wondnazorg voor de tongriem bestaat uit 3 onderdelen. 1 horizontale en 2 verticale oefeningen. Deze doe je voor 3 weken lang en bouw je in de 4e week af. De eerste oefening, de horizontale oefening, ga je met je wijsvinger onder de tong 5-6 keer heen en weer. Mandje open? Ja, 5-6 keer heen en weer. Je maakt ze echt goed contact achterin. En gebruikt eigenlijk de onderkaak of de gebitsboog als grens. Vervolgens is het dus belangrijk goed dat je achter je kind zit of staat. Zodat je de tong kan liften met 2 wijsvingers. Dus je maakt echt de letter V. Dus je maakt echt contact met het wondje. En stretch hem dan omhoog richting het gehemelte. En houd hem even 3 tellen vast. Laat hem weer veren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De laatste oefening is ook een verticale oefening in de vorm van een J. Vaak is het handig om de onderkaak wat naar beneden te duwen. En met je vingers schrijf je eigenlijk de letter J, zodat je begint achter de omtanden omhoog en zodat je het hier kan stretchen. Dus je geeft hem echt even een duw omhoog.